Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video. In deze video ga ik je laten zien hoe je deze onwijs lekkere kipbites kunt maken. Erg simpel en zo onwijs lekker. Laten we beginnen. Je hebt het volgende nodig. Kipfilet, zonnebloemolie, groene paprika, uien, rode paprika, knoflookteentjes, bladerdeeg en kruiden. Verder heb je nog nodig 1 ei en maanzaad. Verwarm een scheutje zonnebloemolie in de koekenpan en bak hierin de uien samen met geperste knoflook. Voeg dan ook de gesneden paprika stukjes erbij en bak het geheel mee. Voeg vervolgens alle kruiden toe en roer dit flink samen. Voeg dan de gebakken groenten toe in de keukenmachine en maal deze ietsjes fijn. Haal dan de gemalen groenten uit de keukenmachine en zet deze even apart. Snijd de kipfilet in grove stukken en strooi hierbij de kipkruiden. Wrijf vervolgens met je handen de kipkruiden goed in de kipfilet. Voeg dan de kipfilet ook toe in de keukenmachine en maal de kipfilet volledig fijn tot de gehakt. Pak de gemalen groenten erbij, voeg deze toe aan de kipfilet gehakt en meng dit volledig samen en zet het even apart. Haal de bladerdeeg uit de verpakking en rol deze open. Snijd de bladerdeeg vervolgens in twee stukken. Schep dan de vulling in een lange staaf bovenop de bladerdeeg en let er wel op dat je de vulling ietsjes van de randen afhoudt. Rol dan de bladerdeeg strak op en knijp de uiteinden goed dicht zodat de vulling er niet kan uitlopen. Dan snij je met een scherp mes schuine stukjes uit de gevulde bladerdeeg en plaats je deze op een bekleed bakplaat met bakpapier. Plop het ei los en besmeer de bovenkant van de bladerdeeg in met het eimengsel. Als laatste strooi je er nog wat maanzaad overheen en bak je de kipbites op 180 graden voor ongeveer 30 minuten mooi goudbruin. En binnen deze simpele stappen maak je dit onwijs lekkere krokante hapje. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!